Robotarm is zo ingesteld dat deze rechthoeken geplaten tegen zijn wijzers in roteert en verschuift in het x-y-vlak. De plaat kan niet vervormen. De coördinaten x-y van de hoekpunten van de plaat voor en na de manipulatie zijn gegeven in de tabel. En deze coördinaten zijn uitgedrukt in meter. Ik vind het zelf altijd het gemakkelijkst om mij eerst een voorstelling te maken van wat er gebeurt. Dus wat hebben we? We hebben een plaat. Die coördinaten zijn gegeven door 0, 0, 2, 0, 0, 1 en 2, 1. En die hoekpunten worden verplaatst. Het punt 0, 0 gaat na de manipulatie op wortel 2, 0. Dat is hier ongeveer. En het punt 2-0 wordt afgebeeld op wortel 2-2. Dus dat is hier rechtboven. Aangezien dat die plaat in tegenwijzers roteert en verschuift, wordt dit de nieuwe toestand van de plaat. Dit wordt nu beschreven door een matrix, waar dat dit, die x, y de coördinaten zijn van de oorspronkelijke, in de oorspronkelijke positie. En die x-accent, y-accent de coördinaten zijn in de nieuwe positie. Dus dat wil zeggen, als we bijvoorbeeld hier het eerste punt invullen voor die x, y, als we daar 0, 0 van maken, dat we na de transformatie wortel 2, 0 moeten krijgen. En dat verkrijgen we, dat is eigenlijk die pijl, door dit maal A te doen en daar B bij op te tellen. Heel dit stuk is 0. Hieruit weten we wat de matrix B is en kunnen we dus ook de som van de elementen van matrix B bepalen. Hetzelfde hadden we kunnen doen voor het andere punt en dat zou ons toelaten om elementen van die matrix A te gaan bepalen.